Op deze dag hebben we vooral de MKB-gebruikers willen overtuigen dat Internet of Things het geen toekomstvisie is, maar iets wat al werkelijk aanwezig is en wat iedereen zou kunnen gebruiken. De MKB kijkt er heel vaak tegenaan. Kosten, tijd, manschappen, kennis. Als Eaton zijnde willen ze daarmee proberen te ontzorgen. Wij leveren een complete OPC-UA-koppeling naar de cloud toe. En dat doen wij in samenwerking onder andere met T-Systems. Wij hebben gekozen voor Lean Solution Partners. Die kunnen ons namelijk helpen onze producten te vermarkten. Maar ook om onze eindklanten, de gebruikers van onze besturingen, om die te ontzorgen. Zij kunnen het programmeerwerk en eventueel ook in bedrijfnames kunnen hun uit handen nemen. We hebben het vandaag gehad over Internet of Things, maar dan speciaal gericht voor de industrie. Het wordt ook wel Industrial Internet of Things genoemd. Het is iets anders dan voor de consumenten. En de boodschap die ik heb mee willen geven is, voor de kleinere bedrijven is het wel geschikt. Heb ik de goede mensen in dienst? Heb ik partners nodig? Wat voor risico's neemt dat met zich mee? We hebben het vandaag over gehad en Eaton ziet daar een grote rol in weggelegd om die gemeenschap met elkaar te verbinden door middel van partners al die complexe issues te realiseren. We houden van automatisering, we houden van software. Iets nieuws wat op ons afkomt in de industriële automatisering is objectgeoriënteerd programmeren. En daarmee denken wij op een mooie, gestructureerde manier data uit de machines te halen, geschikt te maken voor de cloud. IoT is voor T-Systems een belangrijk onderwerp. Dat is ook de reden waarom we hier vandaag op deze conferentie zijn. Wij vinden het vooral belangrijk om te kijken wat de vraagstukken zijn vanuit het bedrijfsleven en welke technologie van toepassing kan zijn om deze vraagstukken te ondersteunen. Wij werken in zogenaamde ecosystemen. En vanuit die ecosystemen willen wij verschillende partijen bij elkaar brengen om te zorgen dat bijvoorbeeld een universiteit theorie en onderzoek kan inbrengen. Het bedrijfsleven haar vraagstukken rondom bedrijfsproces optimaliseren. Etcetera. En wij vanuit die systems om de technologie in te brengen om dat in een geheel te formeren en dat aan te bieden aan de markt. Het pakketcode wordt gebruikt om ook de Eaton PLC's te programmeren. Dus het pakket waarmee wij werken, dat heeft Eaton geïntegreerd in hun besturingen. Er is een trend dat machines worden complexer, in die zin ze moeten flexibeler geprogrammeerd worden, komen meer opties in. Waarbij je ziet dat het met een objectgeoriënteerde manier van programmeren slimmer geprogrammeerd kan worden. Waarbij je één keer de code maakt en daarna heel vaak kan hergebruiken. Cloud is een middel om data vanuit die machines beschikbaar te stellen voor de wereld, voor degenen die er toegang toe krijgen. Dus wat je wil doen is vanuit die machines de data verzamelen en dan op een veilige manier vanuit de applicatie via beveiligde protocollen de cloud in te krijgen. So today I presented our partnership together with Eaton and T-Systems, where we are combining cloud solutions from T-Systems and hardware from Eaton, and together we make an IoT-ready package to address industrial automation customers. And I'm very happy to have the chance to present it today. Small and medium companies don't have an own data center or have the people to have their own servers to address the services, and we are bringing services out of the cloud. And therefore it's very easy to connect. And this was a big part in our presentation today to show with 5 easy steps how easy it is to bring a machine into the cloud.